guys, Job hier, aka de Tuber. Super nice dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag speel ik met jullie een spel genaamd Blood and Bacon. Letterlijk vertaald naar het Nederlands, bloed en bacon. Bacon is zeg maar gewoon datgene wat altijd op hamburgers zit en wat iedereen eigenlijk op aarde lust. Tenzij je natuurlijk een vegetariër bent, dan vind je het waarschijnlijk niet zo heel lekker. Of dat eet je het niet in ieder geval. Ik denk zelfs dat vegetariërs bacon wel lekker vinden, maar dat ze het gewoon niet eten omdat ze vegetariër zijn. Maar dat maakt verder niet uit. Welkom bij deze nieuwe video. Doe in ieder geval even een dikke vette like. Want dit belooft namelijk echt een heel grappig what the fuck spel te gaan worden. We gaan op biggen schieten. Ik bedoel, wie wil dat nou niet? Wie wil er nou niet zien hoe je boy DutchTuber op fucking biggen schiet? Nou, als je het nou niet wilt zien, dan ben je bij het verkeerde adres. Want je gaat het vandaag namelijk wel zien. We gaan het spelen in singleplayer. We kunnen kiezen uit verschillende soorten karakters. We kunnen kiezen uit deze guy. Met een soort van een of ander harnas. We kunnen kiezen uit deze guy. Dat lijkt een beetje zo'n guy uit een soort van Prison Break serie of zo. Deze guy, deze girl of een skelet. We zijn een skelet. Let's go. Dag 1. Oké, okay, nice. Ik ben heel benieuwd, jongens. Dit belooft echt heel veel goeds. Ik heb echt totaal geen idee wat ik kan verwachten. Please be patient. The next 7 days are training for the boss battle on day 10. Oké, dus we moeten 7 dagen overleven. Zodat we uiteindelijk op de 10e dag kunnen gaan vechten tegen de eindbaas. Nou, dat klinkt heel erg leuk. Wat we dus moeten doen is, zoals jullie kunnen zien, ik heb een pistool. En ik ben een skelet. Dat zie je ook wel een beetje aan mijn bothand, zeg maar. Ik weet niet wat er met de boer is gebeurd, maar het lijkt erop alsof hij is doodgegaan. Laten we even met de boer praten. Hey friend, welcome to my farm. Hallo. Go outside and take a look. Oh, gaat hij nou serieus dat ding? Oké, okay, dankjewel. Oké, okay. Nee, super, bedankt voor je. Hij zegt dat ook alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Hij zegt van, yo man, kijk, weet je wel, biggen hebben mijn boerderij overgenomen, dus daarom zit ik hier vast. Zou je misschien even naar buiten kunnen gaan om al die biggen dood te maken? Natuurlijk doe ik dat, is geen probleem. We gaan het doen, let's go, ik ben heel benieuwd. We kunnen slaan met rechtermuisknop en we kunnen schieten met linkermuisknop. En ik ben heel benieuwd. Oh my god, ik zie het timer. 2, 1, en biggen. Use E key to highlight enemies. Oké. Okay. Ik weet helemaal niet waar ze zijn. Oh, daar zijn ze. Oké. Okay. Oh my god, ben je serieus? Oh my god, nee. Ben je fucking serieus? Is dit letterlijk het spel? Dit is zo fucking droog. Dit is letterlijk... Echt, dit is zo droog, jongens. Even no joke. We zijn letterlijk op dit moment fucking beesten aan het doodmaken. Dit is... Oh my god. Ik ga... Wacht even, voordat ik verder ga met dit spel. Ik ga eerst even het geluid wat zachter zetten. Want holy freaking moly. Dit geluid staat echt bizar zacht. Oké, ik ga verder, we gaan verder. Ik weet niet wat voor soort spel dit is, jongens. Maar in ieder geval, het is dus de bedoeling dat wij al deze biggen dood maken. En vandaar heet het waarschijnlijk ook Blood and Bacon. Want het is namelijk een hele hoop bloed. En ja, bacon komt natuurlijk van biggen. Oh my god, jongens. Ik ben zo ongelooflijk overpowered. Ook al ben ik een fucking skelet. I got this, man. Ik zie ook gewoon biggen zonder hoofd rennen. Dit is zo fucking droog. Ik zie ze gewoon letterlijk zonder hoofd op me afrennen. Wat de fuck gebeurt? Oké, even herladen en schieten. Even slaan en schieten. Nice, man. Zijn er nog een aantal over? Go talk to the farmer. Oké, we moeten weer met de boer praten. Want, oeh, kijk. Oh my god, we hebben een AK-47. Het wordt steeds leuker. Oké, we gaan even met de boer praten. Oh, zijn been is eraf. Ik heb geen idee wat hij zegt. Het interesseert me eigenlijk ook niet zoveel. Oh, we kunnen heel veel verschillende soorten wapens krijgen uiteindelijk. We zijn in ieder geval aangekomen bij dag 2. En, dat komt van de bacon. Ja, dat komt door de bacon. In ieder geval, we zijn aangekomen bij dag 2. En bij dag 10 moeten wij uiteindelijk gaan vechten tegen iets super groots waarschijnlijk. Dus ik ben een beetje zenuwachtig. Oké, okay, press key. Oké. Okay. Oh, nice. We kunnen switchen van wapens. Dat is heel cool. Nou. Hij zegt, ik wist dat dit zou gebeuren. Nou, weet je, Farmer, hij spuugt een beetje tijdens het praten, man. Kennen jullie die leraren of leraressen die tijdens het uitleggen, zeg maar als ze 1-op-1 komen uitleggen, dat ze dan zeg maar ook spugen? En dan zit je helemaal onder dat speeksel en dan denk je echt van, oh, ga weg, man. Of die leraren of leraressen die gewoon uit hun bek stinken. Die gewoon stinken naar koffie. Bleh. Ik heb gewoon zin om hun in hun gezicht te spugen, gewoon. Ik vind dat zo smerig. Ik weet me toch, ik kan me dat allemaal nog zo, oh. Dat is, dit is zo zielig wat ik nu doe. Ik ben gewoon letterlijk babybeer. Oh my god, die is fucking groot. Holy freaking shit. Wat, oh my god, dit is zo droog, jongens. Dit is echt zo leuk spel. Dit is gewoon echt mijn spel. Dit soort spelletjes vind ik gewoon leuk. Gewoon lekker ouderwets schieten op dingen gewoon. En in dit geval zijn het wel hele rare dingen. We hebben trouwens een prestatie ontgrendeld, genaamd kaboom. Dit zijn ook gewoon biggen die exploderen. Ik weet niet of het jullie is opgevallen. Maar ze exploderen zeg maar wanneer je op ze schiet met een AK-47. Ook al vind ik biggen altijd wel hele leuke beesten. Sterker nog, het lijkt me best wel leuk om een big als huisdier te hebben ooit. What the fuck is dat? What the freaking fuck is dat? Shoot. Oh my god. Shoot. Wat stond er nou? Shoot a glowing
Dit is een soort van, ik weet niet, een soort van varkenspers of zo. Waar zeg maar al die biggen ingeduwd worden en gewoon veranderd worden in schnitzels of zo. I don't know. Het ziet er super droog uit. Oké, waar zijn ze? Zijn ze nog ergens? Oké, we gaan eens even kijken wat dit inhoudt, jongens. Ik ben, oh, kut. Oh, waar ben je? Oh, daar ben je. Zo. Ik heb ze allemaal doodgemaakt, jongens. Ik wil nu eigenlijk wel even weten wat dit is. Wat stond er nou? Shoot the glowing buttons. Oh, moet ik daarop schieten? Ik weet echt niet wat ik aan het doen ben. In ieder geval, we hebben dag 2 ook overleefd. Dus dat betekent dat we weer kunnen gaan praten met de boer. En waarschijnlijk gaat hij ons weer een nieuw advies geven. Ik weet het niet. Ik vind het echt een super grappig spel, jongens. Ik heb het nu al een paar keer gezegd, maar echt fantastisch. Ik weet echt niet waar het op slaat, to be honest, maar het is wel leuk. Waar is de schuur van de boer? Oh, die staat verderop, of niet? Ik ben helemaal de weg kwijt, joh. Ik raak altijd de weg kwijt in dit soort spelletjes, hè. Oh, kijk, we zijn er alweer. Oké, nou, hallo boer. Ik heb helemaal geen zin om naar te luisteren, dus ik ga lekker met jullie bijpraten. Waarschijnlijk krijgen we zo meteen weer een nieuw wapen wat we kunnen gebruiken, jongens. Ik zie daar, zeg maar, de schaduw van de wapen wat we uiteindelijk kunnen krijgen. En dat ziet er zo gruwelijk uit. Oké, daar gaat wat speciaals gebeuren, jongens. Dag nummer 4. Ik ben heel benieuwd. Het gaat om dat ding, een soort van vleesmachine of zo. Kan ik alweer een nieuwe gun nemen? Oké, let's go. Ik ben ready, man. Ik wil eigenlijk wel deze hebben, man. Ik zeg je eerlijk. Oh, ik kan zelfs een lichtje aandoen. Press F1, F3, F... Oh, wat? Oh, wat? Je kunt zelfs zo spelen. Ben je serieus? Dat is zo epic. Ik ben letterlijk een skelet. What the fuck? No, man. Ik ga het wel lekker op mijn eigen manier spelen, man. Lekker zo. Lekker first person, jongens. Dat is het fijnste van allemaal. Use the R en B to melee. Ja, dat wist ik al. Dat wist ik al. Oh, nee, jongens. Er komen normale biggen. Er komen hele normale biggen. Dit is zo leuk, hè. Ik hou ervan om lekker te schieten, jongens. Schieten, jongens, is het leukste wat er is. Vooral in dit soort games. Ik heb nog nooit eerder op biggen geschoten in een game, maar dat is nieuw schijnbaar. Tenminste, in Far Cry kon je ook op biggen schieten. Alleen dat waren niet zulke rare, hondsdolle biggen. Het zijn allemaal kleine J-hoentjes die op je komen. Oh, nee, grapje hoor. Dat is een beetje een beweging van J-hoentjes. Maar je weet toch, ze zijn allemaal wel heel erg psychisch in hun hoofd. Oh my god. Find the water pump to heal. Oké, dus als we bij een waterpomp kunnen komen, dan kunnen we onszelf healen. Ik weet niet waar die waterpomp zit, maar oké. Zo, op zich weet je, ik weet niet of we dat nodig hebben. Het gaat op dit moment nog best wel goed. Hebben we het nu alweer gehaald? What the fuck? Het is zo makkelijk. Het lijkt alsof elke ronde een stukje makkelijker wordt of zo. What the fuck? Tenminste, ja, het is op zich niet heel moeilijk of zo. Oh, hier is de waterpomp. Die kunnen we gebruiken om te healen. Nice. Oh, we kunnen met de tab kunnen we zien hoe onze stats erbij staan. Dus of we het een beetje goed doen. Of dat we het misschien helemaal niet goed doen. Ik bedoel, ik weet het niet. Wat ook wel chill is in dit spel, is dat je zeg maar geen shift ingedrukt hoeft te houden om te rennen. Maar dat je het gewoon één keer kunt indrukken. Dat is wel echt fantastisch. Ik ben alleen even aan het wachten totdat er een nieuw wapen vrijkomt. Nou, fuck you. Oh, we kunnen hem niet doodschieten, jongens. Dat is een beetje een teleurstelling. Zou ook wel leuk zijn als je de fucking boer kon doodschieten. Die eigenlijk het hele spel gewoon bepaalt. Oké, dag nummer 4, jongens. Het gaat best snel. Ik weet niet wat er deze dag gaat gebeuren. Ik ben in ieder geval wel heel erg benieuwd. We moeten naar de meterkast toe, schijnbaar. Let's go. Nou, de deur gaat waarschijnlijk weer open, jongens. Ik vind het zo'n grappig spel. Pistols have infinite ammo. Oh, dat is heel nice. Alleen pistolen dus. Dus zeg maar... Wacht, waar zag ik dat nou net? Ik zag net zeg maar die meterkast. Waar is die? Ik weet niet of jullie die ook zagen, maar schijnbaar moest... Ja, dat is deze. Wat kunnen we daarbij doen? Oh! Kijk! Dat is slim, jongens. Al die biggen gaan automatisch alleen al dood aan... Hoe de fuck? Die biggen zien er steeds gekker uit, jongens. Valt jullie dat ook op? Ze zien er letterlijk steeds gekker uit. Oké, we gaan ze aanvallen, jongens. Oh, what the fuck? Ze zijn van ijzer of zo. Horen jullie dat? Wanneer ik op ze schiet, dan hoor ik een soort van ijzergeluid. Alsof ik op een ijzerhek schiet of zo. Kunnen we ze überhaupt wel doodmaken? Ja, we kunnen ze wel doodmaken, jongens. Gelukkig. Hebben we het nu alweer gehaald? Wat? Het is zo makkelijk. What the fuck? Ik dacht eerst dat het een beetje moeilijk zou worden, jongens. Het lijkt wel alsof het steeds makkelijker wordt. Ik vind het ook zo leuk dat dit spel zo goedkoop is. Ik heb er geloof ik een euro voor betaald. Dat vind ik zo fantastisch. Juist wanneer dit soort spelletjes goedkoop zijn, denk ik echt van... Yes! Want dit zijn die perfecte games die je gewoon moet kopen. Oh, wat gebeurt er? Oh nee, jongens. Dag nummer 5. Het wordt donker. Dat betekent iets, I guess. Nou, let's go. Ik vind het wel jammer. Kunnen we deze vrijkopen of zo, of niet? Of moeten we gewoon even wachten? Press L en B. Oh, je kunt ook gewoon lichamen verschuiven. Oh nee, het wordt nacht. Oké. Gelukkig wist ik al dat je een flashlight kon aanzetten. Oh, nu wordt het spannend, jongens. 1 en go. Oh shit. Hoe ga ik dit doen, jongens? Oh, dit is op zich niet zo moeilijk. Dit zijn mijn skeletvrienden, jongens. Ik ben zelf ook een skelet, dus op zich. Ik kan die skeletten niet gaan beledigen, want dan beledig ik eigenlijk automatisch mezelf. Oh, fuck you. Dit is echt zo raar, jongens. Dit zijn gewoon letterlijk... Dit is gewoon de eerste keer dat een boerderij geïnfecteerd is met een of ander raar virus. Voor zover ik weet in ieder geval.
Oh, kut. Ik moet natuurlijk wel herladen. Oh, ik ga dood. 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 Ik zweer het je. Ik ga dood. Ik ben dood. Ik ben gewoon fucking dood gegaan. Ik ben gewoon net zoals in Call of Duty. Kun je gewoon op deze manier gewoon healen. Dat je gewoon op de grond ligt, weet je wel. Zo grappig dit. Oh my god. Schieten. Bam, 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 bam. Oh my god, jongens. Ben ik nu echt dood of niet? Maar er zijn er niet meer zo heel veel over. Er zijn er nog 8 over, jongens. Dat moet ik wel kunnen, toch? Nog 7. Heb ik misschien meerdere levens? Dat weet ik namelijk niet. Ik denk dat ik wel meerdere levens heb, of niet? Oh nee, wacht. Ik ga al bijna dood. Ik moet er nog 3 dood maken. Oh, daar is er 1. En nog 2. Nog 2. Waar zijn ze? Ik moet goed... Oh nee, kut, ik ben dood. Kut, jongens. Ik ben overleden. You died. Ik ben gewoon letterlijk doodgemaakt door biggen. Gewoon, sommige mensen worden doodgemaakt door de meest epische fucking beesten. Ik word doodgemaakt door... Oh, wacht. Press wallet to restart. Hoe doe je dat? Wat gebeurt er allemaal, jongens? Ja, jongens, ik vond het een fantastisch spel. Het was heel leuk om de boer te kunnen helpen zijn boerderij te kunnen ontruimen van de boze biggen. Klinkt echt als een fucking sprookje, so I don't know. Het was je word, YouTube. Wil je meer van dit soort what the fuck games op mijn YouTube kanaal? Doe dan even een dikke vette like. Abonneer op mijn YouTube kanaal als je dat niet hebt gedaan. Shout het naar Team Dutch YouTuber. En tot de volgende keer. Adios.